Popcorn. Hallo, goedemorgen. Het is weer maandag en we gaan beginnen tussen deze ravage van Bart. Want die is weer verder gegaan net met boren, waar hij zaterdag mee begonnen is. Nou, daar gaat hij dan hoor. Bart gaat beginnen met de keuken. Even voor de record. Het is vandaag zaterdag. Dat is het 3 juni. Ja. En inmiddels is het maandag. En morgen gaan we naar Center Parks. Dus waarschijnlijk gaat het wel zo blijven. Maar ik ga even ontbijten. En dan gaan we eventjes wat voorbereidingen treffen voor morgen. Oftewel heel veel werk afronden. Zodat ik vanaf morgen 4 dagen een beetje relaxed kan doen. Yes. Goedemorgen. Ik ben mijn yoghurt aan het eten met muesli. En die olie. Die tarwekiem olie. Die ervoor gaat zorgen dat de vruchtbaarheid beter is. Of nee, dat helpt bij een betere innesteling. Laten we hopen dat het werkt. Dit eet Yola. Heb je zelf gemaakt, hè joh? Ja. Oeh, heeft ze zelf gemaakt. Was dat. Ik ga nog even douchen en dan gaan we nog eventjes aan het werk allebei. En daarna gaan we met Joris naar Pirates of the Caribbean. En Joris is nu Yola naar haar vader aan het brengen. Dus die is even een nachtje bij de vader. Dus echt een lekker soort van half vrij dagje slash werk. Hè Bart? Ja, ik kan niks toevoegen. Dekspeksje, die heeft sinds zaterdag heel erg last van zijn oortje, hebben wij in de gaten. Ja, hij zit er echt de hele tijd in te krabben. Maar het is natuurlijk Pinksteren, dus de dierenarts is dicht. Maar morgenochtend gaan we meteen even de dierenarts bellen om even te kijken in zijn oortje. Hè, Dexie? Zo, en we zijn onderweg naar, eerst even naar Joris. Dan gaan we Joris ophalen. En dan gaan we naar Pathé Arena. Pirates of the Caribbean. Ik ben nog nooit naar zo'n film geweest. Ik weet ook echt niet of ik het leuk vind. Dat is vet. Maybe not, maar ja, maakt niet zo fout. Schat, je bent een vrouw en Johnny Depp speelt erin. Maak je niet druk. Johnny Depp is altijd heel goed, ja. Wij hebben een Pathé pas. Dus ja, dan ga je ook wel wat sneller gewoon zomaar even naar een film. Zonder dat je weet eigenlijk wat je ervan vindt. Waarom is het zo'n druk op de straat? En trouwens, Joris is er weer! Yay! We hebben hem zo gemist. Het was echt tijd dat hij weer eens meeging. Yes! Ik denk zo'n beetje dat iedereen die onze vlogs bekijkt, denkt dat ik een soort van driehoeks... Dat Joris mijn broer is ofzo, of jouw broer. Jij denkt gelijk weer die richting op, hè? Sorry, ja, hallo. Hi. Pirates of the Caribbean. En, of is het Caribbean? Caribbean? Caribbean. Is dat Caribbean of Caribbean? Caribbean. Nou, volgens mij is Joris nog helemaal in de Caribbean style. Maar ben jij naar die andere twee films geweest? Vijf? Ik weet niet meer hoe die ging. Maar we gaan nu toch naar 3. Zes of zo, denk ik. Zes? Ik heb er nog nooit eentje gezien. Joris is nu al klaar voor de 3-day. Hallo. Oh, lekker. Schatje, patatje? Yes, aan de popcorn. Doe, hier wilde ik eigenlijk heen, mannen, maar jullie wilden niet. Welke? Nou, deze. Nee, doe dan deze, schat. Deze vind ik beter. Oh, sorry. Dit vindt Bart beter. Maar dit lijkt helemaal niet op mij. Was op het puntje van mijn stoel. Hij was heel erg spannend en er zat ook nog een beetje humor in. Dus eigenlijk vond ik hem wel heel erg leuk. Maar
Bart geeft een nog hoger cijfer. 8,9. 8,9 over, sla dat op. Ja. Oké, okay, voor mij krijgt hij gewoon een 7,5. Nou, dan zit ik dan weer terug achter de computer, want ik moet nog het een en ander afmaken. En gewoon echt super veel doen voordat we weggaan morgenmiddag. Echt niet normaal, gewoon morgenochtend. Oh ja, en nog eventjes snel een keukenupdate. Echt, ik baal zo dat we dit gewoon zo moeten achterlaten. Ik word echt een beetje chagrijnig van. Help, mijn man is klusser. Maar goed, en morgenochtend trouwens ook even met Dexie naar de dierenarts. Dus ja, ik ga snel slapen, want het is eigenlijk alweer heel erg laat. Het is alweer 11:30 en ik ben best wel moe. En Bart wil natuurlijk ook nog een serie kijken. Ik kom niet eens bij mijn woorden. Serie kijken en ik ook wel, want we kijken Bloodline en we hebben nog maar één aflevering en het is super spannend. Maar ik ben ook weer blij dat Bloodline dan weer is afgelopen, want dan kunnen we lekker binnenkort weer naar Girlboss kijken. Oké, nou, dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Tot morgen, hopelijk. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zeker even hier. En bedankt.